dagteksten van vrijdag 16 december 2022 zijn gehaald uit Psalm 139, vers 1 tot 2. Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1 tot 2. Het leerwoord is gehaald uit Handelingen 17, vers 28. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Handelingen 17, vers 28. Alwetende en alom vertegenwoordige God, dank u voor uw aanwezigheid. Dank u dat u ons doorgrondt, dat u ons kent. U kent ons zitten en ons opstaan. U kent onze gedachten nog voor wij het hebben geuit. U weet precies wat wij zullen doen, waar wij zullen gaan, waar wij ons zullen neerleggen. Al onze wegen zijn bij u bekend. Vader, zelfs elk woord op onze tong kent u, o Heer. Maar u bent ook onze beschermer. Van voor, van achter, van opzij, van beneden, van boven. En u legt uw handen op ons, o Vader. Wij kunnen het niet begrijpen, maar we hoeven het ook niet te begrijpen. We mogen het gewoon accepteren en ervan genieten. Dank u dat uw geest ons ook leidt, dat wij door uw geest kunnen handelen, kunnen spreken. Dank u, Vader. U bent overal. En wij willen u die eer en die glorie geven en u bedanken voor alles wat gij doet in ons leven. Dat wij bij u kunnen komen en ons vertrouwd mogen voelen. Ja, Vader. We danken u. We danken u voor deze dag. We danken u dat u ons weer zult leiden vandaag. We danken u dat we alles bij u kunnen leggen, maar ook nog kunnen vragen aan u om ons te vergeven, om ons schoon te wassen, om ons te beschermen met uw kostbaar dierbaar bloed. En we mogen iedereen meenemen, o Vader. U heeft zelfs de grenzen waar wij moeten wonen vastgesteld. U weet precies wat we nodig hebben. Vader, we zoeken u naarstig. Wij willen in uw dienst staan. We willen in uw glorie gaan en staan. En zo willen wij iedereen bij u brengen. De zieken, de bedroefden. Ook degenen die blij zijn, die jarig zijn, die iets hebben te vieren. Een ieder die door een operatie gaat of door moeilijke gezondheidstoestanden, o Vader, ook al voelen ze zich niet ziek. Mensen die piekeren, neem ons allemaal, bescherm ons, was ons allemaal schoon. Laat een ieder weten dat ze alles bij u kunnen leggen en dat u al bepaald heeft wat er zal gebeuren. Mogen we u zo vertrouwen, mogen we zo met u gaan en staan en u vragen om een zegen. En we danken u in de naam van Koning Jezus voor alles wat wij mogen doen vandaag in uw naam. Amen, ja, amen. U bent al.